geestmanambacht is ontstaan door mensenhandel. Om precies te zijn, door de geestman die in de middeleeuwen de drassige grond geschikt maakte voor landbouw. Tot in de jaren 60 van de 20e eeuw was dit gebied een vaarpolder. Moderne productiemogelijkheden konden hier niet worden toegepast. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een grote ommezwaai in dit landschap. Over de geestmanambacht zijn nog vele andere verhalen te vertellen. Die hoort u tijdens de schrijfhandeling rondom het Zomerdel, plaatselijk beter bekend als het meer. Ik help u bij het vastleggen van de informatie. Na afloop van de wandeling schrijft u wat u vermoedt in uw eigen woorden op. Schrijfervaring is niet nodig, maar u zult versteld staan van uw eigen gedichten en verhalen. De schrijfwandeling zorgt voor een unieke belevenis en onvergetelijke herinneringen.